We gaan vandaag marshmallows maken. Ik kreeg van de week via Facebook een privébericht van Melissa. Die vroeg, heb je geen goed receptje voor marshmallows te maken? Ik herinnerde mij uit mijn opleiding, mijn koksopleiding in Smermali, dat we toen eens lekkere marshmallows gemaakt hebben. Dus ik ben even terug in mijn oude boeken gedoken. Ik heb dat receptje omgezet naar Thermomix en we gaan dat vandaag voor jullie klaarmaken. Het receptje gaan jullie trouwens onder het film vinden, de link naar het receptje om af te printen en dan kunnen jullie het ook gemakkelijk klaarmaken. We gaan eerst starten met een drietal lepels suiker. Zo. En we gaan dat 10 seconden snelheid 10. 10 seconden fijnmalen op snelheid 10. Dus we hebben nu een poedersuiker gemaakt. Dat ga ik in een kommetje doen. Oké. Daar doen we ook 3 lepeltjes. Maïszetmeel bij. Dan gaan we straks mengen en hier komen straks de marshmallows, de randje wordt daarmee gedaan. Oké, nu gaan we eerst een suikersiroop maken. Dus we gaan de weegschaal opstarten. We gaan 100 gram water toevoegen. Oké. En dan 325 gram suiker. Dus we gaan terug even op tara duwen. Oké. Dekseltje er terug op. En we gaan dat 10 minuten instellen. ...120 graden. Snelheid 1,5. Ondertussen dat opstaat, nemen we een schaaltje met koud water en daar gaan we gelatinebladjes in opnemen. Ik heb 15 gram nodig, dus je hebt er verschillende soorten in. Je hebt er van die grotere, iets kleinere. Dus van die grotere zijn dat een 8-tal. Heb je van die kleinere, dan moet je eens kijken, dat zijn er dan een 9-tal. Dus moet je eens op de verpakking kijken en in totaal moet je iets van een 15 gram hebben. Oké, dus die zet je onder water. En dan zetten we ze opzij. Dan pakken we een schaal. En daar gaan we een neutrale olie in doen. Dus ik heb hier gewoon een maïsolie. En die moeten we gewoon eenmaal insmeren. Dus de bodem en ook de zijkanten. Hier komt straks de mengeling in en dat moet dan afkoelen en de bedoeling is dat dat er gemakkelijk uitkomt. Dus we gaan dat erin doen en dan gaan we nog een laagje maïszetmeel erop doen.
En dan zetten we dan ook even aan de kant. Oké. Okay. Dan nemen we ons gelatinebladjes. We gaan die wat uitknijpen. Die gaan we daar toevoegen. Toedoen. En nu gaan we 20 seconden instellen. Snelheid 3. Die mengeling gaan we overdoen in een kannetje. Oké, dus dat is onze suikersiroop. Nu is de bedoeling dat je de beker heel goed reinigt en dan kunnen we verder met ons receptje. Zo, mijn beker is terug proper. We gaan de vlinder plaatsen. Dus je kijkt altijd, dat is veel speling, dat te plaatsen op de stand met weinig speling. Nu gaan we 2 eiwitten toevoegen. We gaan het maatbekertje eraf halen. We gaan geen tijd instellen, want we gaan kijken wat er gebeurt. We gaan dus eerst zorgen dat die eiwitten opgeklopt zijn en dan gaan we geleidelijk aan ons mengsel toevoegen. Dus we zetten daarvoor snelheid 4. Van zodra je ziet dat de eiwitten mooi vast beginnen te worden, dan gaan we geleidelijk aan beetje per beetje die mengeling toevoegen. Oké, dus nu hoor je alleen maar het vlindertje, maar je hoor je niets meer van de vloeistof. Nu is echt alles mooi opgeklopt. En je ziet, we zijn toch een tiental minuutjes bezig geweest, omdat we die mengeling echt beetje bij beetje moeten toevoegen. Zo is dat klaar. Dan nemen we onze vorm. En we gaan nu de helft van deze mengeling in onze vorm doen. Zorg dat er overal een laagje ligt. Dat gaan we er terug opzetten. En nu gaan we dit roos maken. Ik heb zo een beetje voedselkleurstof. Je kan ook werken met een beetje frambozenkolie. Er zijn een paar druppeltjes bij. En dan gaan we nog eens mengen. Dus we zetten hem gewoon terug op snelheid 4. En nu gaat de tweede gedeelte gewoon hier bovenop. En dan hebben we mooi die marshmallows in 2 kleuren. Hè. De vlinder halen we eraf. Dan kunnen we mooi alles eruit halen.
Dus zo zorgen we voor die tweede laag. Nou, met onze spatel een klein beetje helpen. En dan een klein beetje bewegen dat we de luchtbelletjes er ook uit zijn. Oké, en dit laten we nu een viertal uurtjes staan, gewoon op kamertemperatuur. Zo, en als dat opgeschreven is, dan ga je een klein beetje de randen losmaken. En dan halen we dat eruit. Dat is wat elastisch, dus een klein beetje. Meewerken. Ja. En dan snijden ze in stukjes. En dan gaan ze nog even door de fijne suiker- en maïszetmeelmengeling. Zo, en de laatste ook nog erdoor. En die kan ik mooi presenteren. Mijn marshmallows.